zoals ik zei, kocht ik nog iets voor te eten. Kijk hoe schattig Floortje in het zeteltje zit. Hey, hey, hier ben ik terug. Ik wou eventjes toch een vlog plaatsen van mijn weekend, omdat mij dat wel leuk leek. En jullie vinden dat blijkbaar ook wel leuk. Ik had een poll via Instagram geplaatst. Ik ga direct to the point beginnen. Wat jullie het leukste vinden, namelijk... Ik zal me eventjes zetten. Namelijk YouTube of TikTok. Want ik moet zeggen, ik ben echt into TikTok-video's. Ik vind het zo leuk om TikToks te maken. Ik merk ook dat ik daarin aan het groeien ben. Mensen vinden het ook leuk om te zien. En ik had dus een poll geplaatst op Instagram. En merendeel stemde toch op YouTube. Een deel stemde ook op TikTok. Of beide. Maar ja, als je dan kijkt naar de mensen die stemden, was toch ook wel YouTube. Ik verschiet er wel een beetje van. Ook weer niet, maar ja, ik heb een beetje schrik. Er zijn niet superveel mensen die gestemd hebben. Ik heb een beetje schrik dat misschien echt mijn kijkers hebben gestemd. Mijn kijkers van YouTube hebben gestemd en niet de mensen dan echt op TikTok zitten. Dus het heeft een beetje een vertekend beeld, heb ik een beetje de indruk. Dus voor mij is het een beetje dubbel. Ik vind ook niet dat ik moet doorgaan omdat jullie daarop gestemd hebben. Het was gewoon om jullie mening een beetje te weten. Ik merk dat ik via YouTube helemaal niet meer groei. Dat is al jaren zo. En iedereen mag dat zeker zeggen dat het wel leuk is om te groeien op YouTube. Want ja, ik zeg het eerlijk, ik doe het nu vooral puur als leuke herinnering voor mezelf om later op terug te kijken. En ook deels omdat jullie het leuk vinden. Maar als ik het alleen daarvoor zou moeten doen, zou ik zeker niet verder doen. Als ik naar de views en de abonnees kijk, zou ik zeker niet verder doen. Ik hoop dat jullie dat begrijpen. Het is altijd leuk om te groeien, maar je moet natuurlijk niet te veel naar de cijfertjes te kijken. Maar dat hoort er ook gewoon bij. Het is ook gewoon leuk. Dus nu doe ik het ook merendeel voor mezelf. Het is gewoon leuk om te doen. Ik vind het leuk om te delen met jullie. De reacties zijn ook altijd leuk. Twee keer in de maand vonden jullie blijkbaar een beetje te weinig, wat ik wel snap. Eén keer in de week is voor sommigen weinig, maar ik werk 5 dagen per week in een crèche fulltime. Ik ben super moe als ik thuis kom. Het is echt een intensieve job. Dus dan ben ik niet in staat om echt elke week... ik doe mijn best, ik doe het nu ook, elke week een video te posten. Twee keer in de maand is misschien een beetje weinig, dat is wel waar, maar ja... Als ik het allemaal wil combineren met Instagram, YouTube en TikTok, dan ga ik toch zoiets moeten vinden van wanneer, hoe. Dus nu ben ik momenteel in het zoekende ding, een beetje. Maar ja, ik denk dat ik er genoeg heb over gebabbeld. Het is vandaag zaterdag. Ik heb net een leuke video gemaakt. Ja hoor, een TikTok-video over Herborian. Ik weet niet of jullie dit merk kennen en ik vraag mij ook of ik het goed uitspreek. Ik heb dus deze set gekregen. Ik heb deze BB-cream getest in de kleur Claire, samen met deze Beauty Blender. En ik vind het resultaat echt heel mooi. Ja, ik vind echt... Het is een natuurlijke... Oh, ik vind het echt super. Ik heb ook een bronzer aangebracht, zoals je kunt zien. Maar ik vind het echt een heel mooi resultaat. Mijn haar moet ik nog stijlen. Het is zo, ja, een beetje... Curly, alleen krulli, een beetje slag. Een beetje slag in. Ik heb ook nog een leuk pakketje gekregen deze week. En dat ga ik jullie nu laten zien. Er ligt ook nog een pakketje bij mijn ouders. Ik vind het zo leuk dat de samenwerkingen terug beginnen te komen. Ik wil er weer meer voor gaan. Qua content via Instagram wil ik er echt veel meer voor gaan. Dus ja, zo'n beetje meer positive vibes. Ik denk dat het met het weer te maken heeft dat ik dat heb. Dit is het pakketje dat ik heb gekregen. Het is van... Meisje met de vroe. Dus als jullie benieuwd zijn om dat eens op te zoeken. Dit zijn haar gegevens. En het is het pakketje. Dat is zo'n surprise box dat ik heb gekregen. En daar zit in... Wacht even, die doos hier aan de kant zetten. Een theetje. Het is echt een box voor mij. Chocolade. Mellow cookie en karamel. Milk chocolate bar. Een kaarsje. Dan hier ook nog chocolade. Wat zit er nog meer in? Een mooie haarspeld. Een kaartje. Een handcrème volgens mij. Hand- en nailcream. En een mooie stilo. Het zit alles in dit doosje. Dus daar ga ik een leuke foto mee maken. Lijkt me wel
ja, echt iets voor mij. Eerlijk toegeven dat ik zo'n beetje van de samenwerkingen aan het afwijken was. Omdat ik vond dat zo'n meer spontaan of zo. Ja, ik denk dat dat het juiste woord is. En nu wil ik echt meer samenwerkingen aangaan die meer bij mij passen. Zoals die box dat jullie hebben gezien hier achter mij. Hier, die van Meisje met de Froe. Ook Arborian, dat is een merk dat ik al jaren ken. Dat ik zelf ook heb gekocht, dat ik fan van ben. En ook het persbureau ben ik eigenlijk ook wel heel tevreden van. Dus dat is super leuk om dan ja, content voor te maken. Volgende week ga ik ook bij Ellen van Rooskleurig. Ook een leuke samenwerking. Dus ik kijk er helemaal naar uit. Ik zei ook dat er nog een pakketje bij mijn ouders ligt. Of heb ik dat niet gezegd? Ik weet het niet meer. Van Kruidvat. Dus ik ben mega benieuwd. Misschien dat ik dit ook laat zien in de vlog. Als ik het niet vergeet. Meestal als ik het zeg in de vlog, vergeet ik het te tonen. Maar ik ga mijn best doen. Wat zijn nu nog mijn plannen? Het is dus zaterdag. Ik ben momenteel mijn vaatwas aan het uitkuisen. Want ik weet niet, maar dat glas is precies niet zo proper geworden of zo. Ja, dus die glazen ga ik eventjes zo wassen. En nu ben ik mijn vaatwas een beetje aan het inladen. En ga ik dit een beetje, ja, een beetje kuisen of zo. Een beetje afkuisen. Ja, kuisen heb ik gisteren al gedaan. Ah, hier ligt trouwens mijn BB cream dat ik op heb in de kleur Clair. Ja, dus hier was ik een beetje content aan het maken. Dit koekje vind ik daar wel leuk voor. En verder ga ik gewoon nog een beetje mijn budgetplanner verder invullen. Gisteren heb ik trouwens een super mooie mok gekocht. Van Starbucks. Ik kon mij weer niet inhouden. Kijk hoe mooi. Super mooi om een latte uit te drinken of gewoon een thee. Ja, ik weet eigenlijk niet van welke collectie die komt. Ik gok op de wintercollectie. Lente, dat kan ook, maar ik heb die nog niet zien voorbij komen. In de lente collection video's. Oké, ik ga mijn vaat wel een beetje kuisen en die glazen ook proper maken, want ja, dat is gezichten. Straks ga ik trouwens ook naar Brugge met Dunja, dus daar kijk ik ook wel heel hard naar uit. Om 1 uur, het is nu rond 11 uur, dus heb ik wel nog wat tijd om zo'n beetje op te ruimen. Nog wat naar mijn serie te kijken. Het is nog een, duurt nog een half uurtje en dan is de serie gedaan. Ik had het in 2 delen gekeken, dus ze biedt nog het andere deel. Kan ik mij op mijn gemakje nog iets eten en misschien mijn haar ook stijlen? Ik denk dat dat wel nodig gaat zijn, want ik vind dat niet zo mooi zo. Ik heb altijd als zo'n coltre heel hard kriebelt. Hebben jullie dat ook? Dat is zo ambetant. Ik vind het altijd mooi, maar dat kriebelt altijd zo erg. Dus. Maar ja, kijk, voilà. Het volgende dat ik wil aanpakken is mijn keukenkast. Ik zal nu zeggen, zo slecht ziet het er nu toch niet uit. Ik vind dit frustrerend en ik vind dit frustrerend. Ja, het ziet er misschien niet slordig uit, maar kan beter. Vooral de kommetjes. Vind ik echt zo storend. Kijk, dat staat precies op vallen. Dus ik moet daar iets op vinden. En dat ga ik nu doen. Zo, dit ziet er toch veel georganiseerder uit. Maar ik heb een probleem. Nu heb ik geen plaats voor dit. Dus ik weet niet goed waar ik dat moet doen. Ik heb wel misschien een oplossing, maar ja, dan moet ik het weer kopen. Ja. Via TikTok, inderdaad. Wacht hoor. Ik ga even het geluid afzetten. Nu ga ik het niet vinden, zeker. Ah, hier zie je zo'n soort voorbeeld. Ja, dat dan niet. Allee, dat is misschien ook wel leuk, maar... Ah, kijk, dat. Dit. Ik heb dat wel eens bij IKEA gezien, maar ik heb altijd de schrik dat dat veel te lomp gaat zijn. Zo'n... Dan kan ik dat wel eventueel daar bovenop zetten. En dan dit erop zetten of zo, ik weet het niet. Misschien dat ik vandaag in Brugge zoiets vind. Dus dat kan ik misschien wel eventjes laten staan, want ik vind het er zo wel goed uitzien. Want kijk, het enige dat mij nu nog stoort is deze borden. Ik vind die passen zo niet in de rij. Daarom dat ik denk misschien zo'n soort... bankje voor erover. Ja, ik noem het eventjes een bankje. Zou wel passen. Weten jullie nog dat ik daarnet mijn vaatwas liet zien en dat dat glas zo vuil is? Kijk eens wat ik heb gevonden. Ik heb dit een keer in de Action gekocht. Zo'n pakje van 2. En nog niet gebruikt. Dus ik denk dat mijn vaatwasser
dit gewoon nodig heeft. Dus dat ga ik nu doen. Er zit niet superveel in, dus ik kan dat perfect leegmaken. Dus ik ga dat nu even doen. Denk je dat er... Nee, er zit echt een bord en een paar glazen in. Dus ik ga dat eventjes doen. Op 60 graden staat erop, dus dat gaan we nu doen. Zodat het terug proper is en terug goed kan, ja... Hoe noem je dat? Mijn borden proper maken, hè. Ik ben helemaal klaar om naar Brugge te gaan. Dit is mijn outfitje. Ik heb ook even mijn haar gestyled. Dit is dus mijn outfit. Het is eigenlijk gewoon een kooltrui dat ik over dit jurkje heb aangetrokken. Omdat ik dat wel leuk vond staan. En ook gewoon omdat ik het een beetje te koud had in dit kleedje. Ik vind dat een heel mooi kleedje, maar heel dun nog voor nu. En ja, voilà. Het is bijna 1 uur, dus we gaan bijna vertrekken richting Brugge. Ah, echt? Ja. The next day. Ondertussen zijn we alweer zondag. Gisteren was ik naar Brugge. Sorry voor de weinige beelden van in Brugge. Ik was het eigenlijk een beetje vergeten. Ik had ook mijn camera niet mee, dus ik had enkel mijn gsm. En ik was zo'n TikTok aan het filmen en voor mijn stories en ook nog wat gewone foto's. Dat ik een beetje vergeten was om voor YouTube ook nog iets erbij te voegen. Dus bij deze, sorry. Maar ik heb hele leuke dingetjes gekocht gisteren. Niet zo heel veel, maar ik zal het jullie wel eventjes laten zien. Het is wel leuk. Alles zit in deze teddy-tas. Ik vind het altijd wel handig om mee te nemen. Als eerste deze koekjes. Niet zo speciaal, maar ik dacht dat is leuk als tractatie op mijn werk. Voor mijn verjaardag woensdag. En ik vind die zelf ook mega lekker. Dus daarom. Voor mijn verjaardag nam ik, wacht, wat heb ik nog gekocht? Om bij te zetten nog wat eitjes, paaseitjes, zo'n mengeling. Ik dacht, dat kan ik zo in een leuk, schattig kommetje doen. En ook dit kan ik in een kommetje doen. Ik wil toch een beetje in de zomerse kleurtjes blijven. Ik vind het altijd leuk en die vind ik super lekker. En dat blijft ook lang goed. Dus dan in de supermarkt zag ik deze gezonde chips. En dan wil ik ook wel eens proberen. Quinoa chips. Eat real. Best wel nog duur. Maar ja, kom. Dan deze rice crackers. Ik denk dat ik dat al een keer heb gegeten. Lijkt me wel lekker. Dan verder. Bij de Flying Tiger kocht ik deze leuke decoratie. Deze ballon. 90 centimeter. Dat is eigenlijk wel nog groot. En dan deze twee. Ik dacht misschien voor een leuke foto of zo te maken. Ik vind het altijd leuk als het een beetje versierd is. Ook al is mijn eigen verjaardag. Bij de Flying Tiger. Dan in zo'n winkeltje met van alles kocht ik deze. Jullie denken nu, wat gaan we daarmee doen? Nu, ik had deze discobal gezien op TikTok. En dat gaf zo'n beetje een lente-vibe. Zeker als de zon zo schijnt, heeft dat zo op je vloer terug. Allee, zo, als de zon ondergaat, heeft dat zo... Ja... En ik denk dat is wel ook leuk als decoratiestuk. Dus een discobal. Heb ik verder nog iets gekocht? Ik ga eens kijken, ik denk het wel. Ja hoor, hier in de hang staat nog één zakje. Mijn camera wil vandaag precies niet scherp stellen. Hij zal zeggen, het is zondag, ik heb geen zin. Bij de Rituals is er een nieuwe collectie. En dat sprak mij wel aan die geur. Zo, als jullie het kunnen lezen. Amai, zeg. Hij heeft er echt geen zin in. Maguna, deze kijk dan. Maguna. Deze, foaming shower gel. Ik wou lang nog eens een shower gel van Rituals. En die geur sprak mij wel meteen aan. Dus. Oh, ik zie nu dat mijn camera precies niet op het juiste staat voor te filmen. Dus dat ga ik eventjes moeten oplossen. Maar ik kocht dus deze shower gel van Rituals.
Eigenlijk valt het nog mee wat ik gekocht heb. Ik kocht ook nog iets voor te eten. Zoals ik zei, kocht ik nog iets voor te eten. En ik ga dat zobiet meenemen bij mijn ouders. Namelijk, jullie zien het al wat erop staat. Oh, Mervieux. Ik kocht super schattige mini Mervieux. Ik ga het jullie eventjes laten zien. Kijk, hoe schattig. Pistache, kers. Ja, die witte weet ik niet meer. Jawel, vanille met speculoos, geloof ik. En dan de gewone. Ik zie nu wel, die is precies omgevallen. Zo lomp heb ik er nogthans niet mee gedaan. En ik dacht, dat is wel leuk om mee te nemen met mijn ouders. Zo kunnen we daar een beetje van proeven. Gisteren had ik ook eentje gegeten, die witte, maar in een grote versie. Ik vond dat wel tof. En vanmorgen, zoals je hebt gezien, had ik een chocoladekoek en een croissant. En die was mega lekker. Kijk hoe schattig Floortje in het zeteltje zit. Echt mega cute. Kijk, en Snuffeltje zit daar ook. Het hoekje daar. Jawel. Hela. Ja. Wat had dat gezegd wat dat met kersen was? Dat rood. Roos. Ah, dat is met kersen. Zo, ik ben nu terug aan het stappen naar mijn appartement. En bij deze ga ik ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Vergeet niet te abonneren en deze video een duimpje omhoog te geven. Tot de volgende keer. Dag!